Ook dit jaar ben ik weer succesvol geweest met mijn Müller Thurgau. Had ik vorig jaar de eerste prijs een dubbel natuurlijk. Ook dit jaar heb ik weer de prijzen gevallen. Met een hele mooie, lekkere Duitse wijn als aspergewijn voor het jaar 2019. En ja, waar drink je aspergewijn er eigenlijk bij? Natuurlijk bij asperges. Dus ik dacht, ik reis af naar Limburg om daar wat opnames te maken in de aspergevelden. Maar dat hoeven we niet. We zijn hier in Woudbrugge. En kijk eens, bij Aspergehof Noorddam hebben we waanzinnige velden. En ik sta hier met Gustav Noorddam, sta ik hier tussen de velden. En kunnen we ook zien hoe asperges geteeld worden. Ik wil het je even laten zien. Het is nog vroeg in het jaar, alles is mooi afgedekt. Maar dan kun je zien hoe mooi dat die asperges er al tevoorschijn komen. Gustav, zou je ons wat willen laten zien hoe dat je asperges steekt en hoe dat de asperges ook hier groeien bij jou op de velden? Ja? Dat is goed, gaan we even kijken. Hartstikke leuk. Kan je mee? Oh, wat is het hier lekker. We zijn nu in de tunnel. Hier is een stuk aangenamer, moet ik zeggen. Het is wel prettig hoe hier zijn. Ze heeft zelf de jas uitgedaan. Ze heeft al een aantal asperges buiten de tunnel gestoken. En wat is nou het grote verschil? Hier heb je natuurlijk de temperatuur die je onder controle hebt. Ja. En daardoor heb je eerder asperges. Ja, hier hebben we vroeger ras staan en hier kunnen we ook vroeger asperges telen. Ja, oké. Okay. Eigenlijk op een hele eenvoudige manier, want we hebben een opblaaskas. Ja. Eigenlijk, en met 6 weken gaat die er weer af en dan gaan we weer verder op de gewone natuurlijke manier. Oké, dus dan wordt dit ook weer koude grond aspergebed en gaat gewoon de tunnels weg en wordt het onderdeel van je veld. Ja. Oké, interessant. En laten we eens kijken, zijn er al wat asperges die we kunnen vinden? Of wat denk je? We hebben wat stukjes opengelegd waar we asperges hebben. Dus. Nou, dan gaan we eens kijken. En hoe hard groeit nou zo'n asperge? Is dat, wat moet je erbij nadenken? Groeit dat 1 centimeter per dag? Of groeit dat 10 centimeter per dag? Of, als het 20 graden is, dus echt wat verderop in het seizoen, dan kan het 10 graden per dag, of 10 centimeter per dag groeien. Oké. Een asperge. Zo. Dat is eigenlijk te snel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Niet aanwerken. Nee. Dus ja, daar. Dat zien we reden staan. Laag. Ja, dat ziet er mooi uit. Kun je daarbij even. Nou, dan ben ik benieuwd hoe je dat gaat doen. Dan zien we dat meteen op de film. Eerst even of dat er niet een asperge naast zit onder het zand die ik niet zie. Dan ga ik met het mes langs de asperge heen. En dan voel ik dat ik tegen de onderkant aan zit van de asperge op de goede lengte. En dan snij ik hem af. Zo, dat is een mooie toch of niet? Een mooie, ja, dat is een prachtige. Ja, heel mooi recht en mooi qua dikte, niet te dik. Nee, dat is prachtig. Ja. Mooi wit ook. Ja. Hey, en dit zaad wat er overheen staat, is dat ook asperge, zeg maar? Of nee, dat is een onkruid. Dat is een onkruid hier, goed. Nee, okay. Maar die blijft gewoon donker onder het zeil. Ja. Mooi hoor. En hoe vaak kun je nou zo'n bed steken? Want kijk, nu staat er niet zoveel op. Hè. We zijn redelijk vroeg seizoen, zei ik al. Maar eenmaal in het seizoen, hoe vaak kun je dan asperge steken? Wij steken om de dag. Om de dag. En dat is ook voordeel van het zeil eroverheen. Dan blijven de asperges mooi donker. En dus ook mooi wit. Mm-hmm. En dan kunnen we ons werk zo goed mogelijk verdelen. Daar gaat het om. Oké. Okay. Dus dan doen we de ene dag de ene helft van het land en de andere dag de andere helft van het veld. En hoeveel kilo steek je dan op zo'n dag? Ja, ligt aan de temperatuur. Maar als het zeg maar een warme dag is, 20 graden, dan zitten we zo op 300, 400 kilo. En is het koudere dagen, dan heb je 150, 200 kilo. Zo, dat is veel. Ja. Dat is een behoorlijke hoeveelheid. Ja. Ik eet ze allemaal niet op. Nee, ik ga het niet lukken. Nee, moet je een paar mensen uitnodigen. Ja, nou ja, dat is ook gezellig. En naast het steken, want dit is dan, noem je dan een A. Ik zag hier ook in je bakje wat dunner liggen. Dit is dan een andere formaat. Dus hoe noemen ze dat dan? Is dat, En dit is de A. Dus dit is 1 vinger dik. Oké. Okay. Dit is een dubbel A en 2 vingers dik. Dus iedere A staat voor een vingerdikte. Ja. Eigenlijk. En dan heb je ook nog 3 keer A. Dat zijn de hele dikke. En je hebt dan onderscheid in kleur. Dit is een mooie witte. Maar je hebt ze soms ook wel dat ze een beetje violet zijn aan de bovenkant. Ja. En dat heet dan A-violet of de A-dubbel-A-violet. En dat zijn eigenlijk gewoon prima, heerlijke asperges. Alleen ze hebben een kleurtje. Ja, want ik begreep altijd dat die zijn minder gewild.
Omdat ze een kleurtje hebben. Nou, minder gewild in Nederland. Oké. Okay. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld willen ze graag een kleurtje op het bord hebben. En dan gebruiken ze eigenlijk altijd weer die violet. Ja. En ieder land heeft zijn eigen, zijn eigen voorkeur. Ja, okay. Duitsland wil graag de 3x hebben. Die wil die hele dikke hebben. België wil graag dit formaat hebben. En dan mooi in het wit. En Frankrijk wil graag dit formaat, maar in de violet hebben. Oké. Okay. Nou, zo heb je een prachtig afzetgebied. Ja, dat is fantastisch. En ieder wat wil. Ja. Hey, maar deze bedden zijn niet geschikt voor groene asperges, hè? Of zei ik nou het gek? Groene asperges. Ja, groene asperges is eigenlijk gewoon de witte asperge boven de grond. Alleen dan heb je geen bed nodig. Oké. Okay. Dan ga je geen bed maken. Nee. Dan dus dan wordt hier geen bed gemaakt. En nee. die heb je eigenlijk ook niet. Jij doet alleen witte asperges. Nee, we hebben ook groen. Je hebt ook groen? Ja. Oké. Okay. Dat is veel later in het seizoen. Dus pas eind april dat die zeg maar boven de grond maar komen. Maar in principe is dat dezelfde plant dus? Dezelfde plant. Ja. Oké. Okay. Grappig om te weten. Zo zie je maar weer. Goed om te weten. Dankjewel. Het steken van asperges is natuurlijk wel een mooie bezigheid in de zon. Maar soms gaat het ook lekker koud zijn als je zo vroeg moet beginnen. En je moet wel vroeg steken. Want anders wordt het te warm. Is het ook niet goed voor de asperges. En je ziet hoe snel dat gaat. Maar ja, als je zo'n bed moet doen, dat zijn natuurlijk geen kleine bedjes waar we aan het steken zijn. Nu het nog wat koud is, ligt het zwarte zeil erop. Dan zijn we zojuist op het veld geweest, ja, en daar hebben we waanzinnig leuke aspergevelden gezien en bedden. Maar daar kunnen we ze nu verkopen. Daar hebben we ook een winkel voor. En hier bij Noordam hebben ze ook een waanzinnig leuke winkel waar je allerlei producten kunt krijgen op het gebied van asperges. En wat je erbij eet natuurlijk. Van eieren, denk ik. Eieren, beetje vis. Zalm. Heerlijk, appeltjes erbij. Dus alle combinaties kun je plaatsen. En u kunt zelf kiezen welke stijl of welke kwaliteit asperge u wilt. U ziet aan de dikte en aan de variëteit dat er een grote keuze is in asperges. Maar wat me wel opvalt, ik zie eigenlijk de paarse koppen zie ik eigenlijk helemaal niet tussen zitten. Toch wel? Ja, er zijn wel. Maar je moet heel goed kijken. Oké. Okay. Je ziet een heel klein beetje paars. Het is ook, mag eigenlijk geen naam hebben. En ze smaken ook hetzelfde als de witte. Ja. Alleen voor de veiling is het een andere klasse. Ja. Daarom sorteren wij hem ook apart. Oké. Okay. Ja. Nou. We gaan die niet proeven, want daar hebben we niet voor gezorgd. Maar ik vind het wel leuk ter afsluiting om toch een glaasje aspergewijn te proeven. En ik ben heel benieuwd. Ja? Ik vond het leuk vinden als jij mee zou willen proeven. Wat ze zeggen wel eens, vis moet zwemmen. Maar bij een mooie asperge komt gewoon toch een heerlijk glas aspergewijn. En ja, ik zou zeggen de middelturgouw van Arne Siegler. Dus dankjewel voor je vrijheid en gezondheid. Ja.